waarom mensen nu al met magie bezig zijn. Ik kan hier gewoon farmen bij die Ja, bij die drone is hier die quest. Killsteel. Easy. Ik moet een hamer pakken voor de killsteel en dan gewoon één keer ritten wanneer je op 25% AP zit. Ik gooi gewoon de hele tijd als mensen bezig zijn, gooi ik snel een axe naar dat ding toe. Kill secured. Ja, een kill secure, hè? Geen kill steal. Ja, ja. Beter om mensen te helpen die bijna doodgaan. Ja, true. De freeze! Ik kan niet eens dingen killen, omdat gewoon elke keer als ik probeer te approachen, ik een freeze krijg. En is heel dood. Wow. Oh ja, het maakt ook uit hoe je je schild trouwens richt tegenover die gasten. Want als je schild niet perfect op hun... Ja, dat zei ik aan het doen. Ja, ik had toch gemerkt. Het zal voor de beter. Ja, ik had dat ook al gemerkt bij die boss. Of nee, bij die enemy voor de boss. Oh, ik zag iemand de hele tijd gehit worden. En echt zoiets hebben van... Werkt mijn schild nou niet? Een bukt. Bukt. Kut wel. Oh, nu al? Ja, die vind je in de kist. Ja, Warhammer voor PvP is echt OP. Ik ga hem een musket spelen. Hey, hoe reload ik? Ik heb gewoon ammo opgepakt. Iron cartridge, die kan je toch gewoon... Oh ja, ja, I do it. Nice. Knallen. Oh, ik zie echt geen beesten, want iedereen klapt al voordat ik er überhaupt bij kan komen. En Rowan, get good. Oh jezus, gun doet veel damage. Ja, maar dat wordt op een gegeven moment wat minder. Ah, gelukkig. Ik wilde toch niet met gun spelen. Guns doen in het begin meer damage en arrows minder. Maar op een gegeven moment heb je zo'n soort van tipping point. Ah, ik vind dat wel. Ik vind het eigenlijk wel jammer. Dat een klas gewoon minder sterk wordt dan een andere. Of een wapen bedoel ik dan. Ja, het wordt op een gegeven moment wordt het allemaal wat meer gebalanced, zeg maar. Je moet ook kijken naar de gear score trouwens. Je hebt hier een life boom en die moet je level 30 ouders te verstaan. Oh. Oh ja. Oké, next quest. Hou wel in de gaten, alles wat je meeneemt heeft een gewicht. En als je op tap gaat. Zie je een gewicht rechtsbovenin. Staat nou een beetje in de previewruimte, maar... Oh ja, goed dat je zegt. Word je ook slomer en iets. Minder mobile? Iets. Ze hebben het toen de tijd teruggedraaid, maar ik weet niet of ze het nou wel weer hebben geactiveerd. Oké, goed om te weten. Ik vind het jammer dat er zo'n grote cooldown zit om één X te gooien. Jammer. Hoppa, level 5. Hey, precies dat je dat zei. Ik ook. Ik ben level 6. Ja. His level was over 99,000. Over 9,000, easy. Ik ga nu eerst voor Constitution. Die wil je sowieso op 10 hebben. Dat je een beetje health hebt. Ik doe nog niks. Ik moet eerst nog even zien. Ik heb strength en constitution. Beide. Ik heb nog helemaal niks gepoint. Alles is even kijken. Uh,
moet hier doen een search creëren. Dank voor de killstreel, vuile poeta. Krijg er van. Salty zijn. Moest het weten. Oh, deze is nieuw. Cave. Zo makkelijk, hè, als die enemies altijd een flinch als je slaat. Ja, nu nog wel. Nu nog wel, straks niet meer. Wat kan je met een Flint Starf Magic? Ik denk het wel. Flint Starf Magic? Staff. Oh, Flint Staff. Oh, daar kun je, ja, kun je magie mee doen. Ja. Geen goede magie, maar al wel de basis. Iets gebeurt er niet, toch? Is er veel gevarieerde magie dan? Ja, je hebt een soort van levensmagie en aanvalmagie. Aanvalmagie kun je op een gegeven moment dan zo'n soort meteor shower inroepen. Mm-hmm. Ja, ja, maar ik bedoel qua spells, zeg maar, abilities. Ja, dat ligt, ligt aan wat je gebruikt natuurlijk. Als je een staf gebruikt kun je op een gegeven moment andere... Ja, oké, okay, dus het ligt aan de wapens wat voor soort spells ze hebben, zeg maar. Ja. Oké, okay, interessant. Want als je in je wapen als speler en je vindt hem niet, ben je gewoon best unlucky. Dead. Ja, moet ik weer helemaal teruglopen. Ah, ja, is dus Jan Push to Talk. Nou, goed, dus heb je al een key config in deze game. Ik denk dat autorun dat is, vind ik ook niet echt een chill plek daarvoor. Waar de fuck jij ging ook weer? Oh ja. Als je pre-ordered hebt, heb je ook allemaal skins. Oh, beter. Wat moeten we doen als we al die quests hebben gedaan bij die boten en zo? Dan kom je terug, krijg je een Warhammer dan? Heeft die geen meer? Nee, moet je nog een nieuwe quest vragen. Je moet continu nieuwe quests blijven vragen. Maar, oh ja, ik heb er nu weer één. Dan moet je de cave in, die is nieuw voor mij. Ja, die heb ik nu net gedaan, de cave. Is best wel decent. Ja, die moet je op een gegeven moment in het crafting systeem. Ze hebben het 3 keer veranderd. Maar als het goed is... Moet je gewoon bij het crafting systeem kijken. Ik vind de animation als jij bijvoorbeeld wat pakt. Oeh, nice, mijn eerste groene. Als jij bijvoorbeeld wat pakt, dan zit jij in een tas te kijken. Als jij in je inventory zit. Het zijn kleine dingetjes, maar die zijn wel ontzettend grappig. Het is nu ook gewoon veel hakken en slashen en gewoon er doorheen zien te komen. Ja, ja. Als jij veel HP verliest en in het begin gewoon snel wil levelen. Als je die boars op een gegeven moment hebt, kill er een paar extra van en maak een paar extra meals. En met die meals doe je 20 minuten lang, word je gewoon geheeld. Ook meals de life ration? Of ja. Meager meals, satisfying meals. Ja, light rations, beide eigenlijk. Alles qua eten hield je. De light ones. Hoe hoger die is, des te sneller je hield, zeg maar. Is de loot uit die kist en supply box random? Ja, grotendeels wel, maar je zult bepaalde dingen vinden en het zal altijd iets beter zijn dan wat je nu hebt. Oké. Okay. Hey, hoppa, hoppa, van die. Loop je sneller als je geen wapen in je hand hebt? Dat is een goede vraag. Ik zie niet veel verschil.
ben er op dit moment aan het opzoeken. Ik stop hem wel altijd weg, ik weet niet automatisch. Komt van Monster Hunter. Ja! Oké, ik ben blijkbaar echt slecht in het zoeken van die kist in die cave. Magistrate. Bond. Waar zit die ook alweer? In de stad, moet je doorlopen helemaal. Oh ja. Ik dacht dat die in het water, dicht bij het water was, maar dat is hem niet. Je moet echt helemaal doorlopen naar de tower en dan de weg. Inderdeed. Ah. Nee, je bent net zo snel of je je wapens wegdoet of niet. Oh, oké. Okay. Ja. Je kan net zo goed blade pakken. Dan moet je straks equippen. Ja, maar je geeft wel weg in PvP waar je dan mee loopt. Dan wel, ja. Maar het zijn nog PvE, dus dat maakt niet echt uit. True that. Ja, die... Iron arrows wil je eigenlijk nog even bewaren. Die flint arrows, als je met je boog bezig gaat, kun je wel gebruiken. Wow, dit is vaag. Ik ga één keer in mijn inventory. En er staan 3 enemies in één keer. Vet random om me heen. Holy shit. En iedereen kleert ze allemaal voor mijn neus. Ik denk van, ah. Oh, ik ga even in mijn inventory. Gemaakt hier. Ik moet trouwens nog even... Nou nee, Dietrich zit hier al in. Ik ben ondertussen naar die stad aan het rennen. Heb je al die quest gehaald? Bij de stad eigenlijk. Yep. Is die cave ook een van de laatste? Ja, voordat je naar de stronghold gaat, ja. Oh, iemand heeft de stronghold al ingenomen. Ook gewoon meteen, hè? Hoe doe je dat dan? Iets stronghold innemen? Ah, dan moet je erheen lopen en dan moet je... Maar die zijn allemaal geclaimd door de streamers. Ja, ja, ja. Bullshit. Ja, echt triest. Ach ja, ach ja. Weet je, de game is nu ook nog niet echt uit. Ja, maar we gaan ze ook gewoon niet helpen. Klaar. Ja. Er zijn genoeg fanboys. Ah, maar die streamers hebben genoeg. Ik zou net zeggen, die streamers hebben genoeg fanboys. Ja, Sir Medieval is gewoon een lul. Want ik heb laatst keer met hem ook een spel gespeeld. En heeft hij een maatje van mij heeft gekikt omdat hij dacht dat hij wat gejat had. Dat klopt helemaal niet. We hebben allemaal shit zitten maken voor hun. Zeiden ze, ja nee, jullie zitten te jatten. Oh, de wereld is nog redelijk groot. Oh, die is flink hoor. Wat ze nu hebben is nog de helft, want ze hebben nog meer. Damn. Oké, maar als clan moet je dan een van die strongholds hebben? Waar gaan we naartoe? Want dat moet ik even weten. Ja, we moeten op een gegeven moment moeten we een faction kiezen. En dan, maar dan moeten we ons bij aansluiten. Dat duurt nog even. Oh, en vanaf daar breekt het spel eigenlijk een beetje open voor je. Yes. Oké, nou dan moeten we even rushen. Dat wordt vannacht niet slapen. Oh, ik heb morgen vroeg heb ik een belangrijke sollicitatie, dus... Geen keuzes. Ja, dat wel. Keuzes.
Dan moest je naar de inkeeper volgens mij. Ja. Oh ja. Dan moet je storage shed. Oh ja, als jij H doet naar iemand, dan zijn je friendly intentions. Oké. Okay. Krijg je van iemand soms een beetje aandacht als jij... Dan zeg je gewoon aandacht, liefje. Ja, ik wil het zwaaien even. Ah, ja. Housing menu. Nou, ik wil geen huis kopen op de... ja, want je krijgt allemaal bonussen ervan. Hey, wacht, wat? Wat? Mijn wapen, ik heb de wapen ineens geraald voor een ander wapen. Like, what the fuck? Ah, serieus? Storage shed. Je moet dan gaan mijnen en hout hakken. Geen moet er nog maar eens naartoe lopen. Nog niet echt, het is nog best een afstandje. Je loopt ook gewoon door als je in je map zit? Nice. Oh wacht, kan ik gewoon autorunnen en dan in mijn inventory? Nee, hè? Inventory is wel de map. Juist. Skill points? Ja. Dat weet ik. Ja, nice, ja. Oké, ik ben rustig mijn skill doen. Oh ja, dan moest je naar de andere kant van dat stomme schip. Ik snap nog steeds niet waarom ze dat schip nou in één keer pontificaal in het midden van de... Wacht, wat? Wat, ik zie al dikke crew van level 9's. Wacht, dat ben ik al 6. Nou, ik zag al net iemand van level 30 voorbij komen, kutstreamers. Nee joh, level 30. Waar kan je steen hakken? Hier. Als je in de stad bent, kun je op een gegeven moment kun jij al factions kiezen. Dus pas op met wie je praat. Oh, ik heb alleen de quest gevolgd, meer niet. Je wil een Marauders, toch? Ja, Marauder. Marauders. En we noemen onszelf de Marauders. Bedumtsch. Kitchen. Oh, ze hebben al een kitchen level 2 en dat soort dingen hebben ze allemaal. Nice. Normaal gesproken duurt het even. Kunnen we daar ook gewoon gebruik van maken? Ja. Het is al heel erg PvE-oriented. Ja, op dit moment wel. Ik dacht al dat ze daar al iets van zeiden. Dat heel veel het oneens waren dat het heel erg PvE werd. Ja, voor nu wel, maar het is... Toen het heel erg PvP was, kon je gewoon niet lopen, kon je gewoon niks doen. Kon je het gewoon meteen vergeten, want je werd continu gekillt. Ja, waarheid. Ze moeten een goede balans vinden. Ja, en omdat ze dat salty gedoe, zeg maar, dat continu killen, waren ze een beetje zat. Ja, en toen ze daar een klein beetje begonnen mee te tinkeren, was iedereen meteen over de rooie. Ja, ik kan niet iedereen continu meer blijven killen. Ja, waarom? Ik kan ook niemand tevreden houden. Waar mijn je? Mijnen doe je bij stenen, als je grote stenen vindt. Als goed is net buiten de deur. Even kijken. Als het goed is staat het meestal ook wel aangegeven. Ik mag mijn settings. Al mijn settings staan op het hoofd. Ik denk dat ik maar even naar stenen mag. Ik zit nou net te kijken. Alle stenen die er normaal gesproken zijn, zijn ook al zo'n beetje weg. Oh, nice. Het ligt niet aan mij dat ik geen stenen kan vinden. Okay, nee.
Shadow details, hi. Het zijn soort van grijze stenen die op de grond liggen, naast bosjes. Een beetje klein, wat groter dan verblind, ik heb ze gevonden. Ja. Gelukkig wow, hoe is dit mogelijk? Ik heb al mijn settings op het laag zet en ik heb gewoon nog meer lag als eerst. Ik snap er echt niks van. Hey, lieverd. Ik zie je wel staan door Global Chat. Ja, ik zat net zwart eentje proberen over te halen. Come to the dark side. We have cookies. Kom je meespelen, Jut? Klaar met ons. Ah, die is nog druk met wat anders. Wat is het verschil tussen een groene quest en een gele quest? Hoeveel het XP? En groen is laag en geel is beter? Nee, je hebt op een gegeven moment ja, die witte, die zijn een beetje meh. Groene, daar krijg je ook groene shit van. En, daar gaan we meteen. Daar is iemand al mee bezig, dus dat mag ik niet jatten. Liggen er ook gewoon allemaal stenen, zeg maar, gewoon overal? Of moet je... Ja. Overal een beetje. Gewoon rondkijken. Overal een beetje. Ze heten boulders, als je ernaast staat. Oké. Okay. Duitsers die over de Fransen aan het klagen zijn. Fransen die over de Duitsers aan het klagen zijn. Normaal zei ik nooit met dat Duitsers, maar dit keer wel. Die Fransen, ik ken geen Engels. Allemaal niet. Stop. Waarom staan hier 20 campfires? Mensen die waarschijnlijk aan het levelen zijn of die quest aan het doen zijn, de campfire en dan wat moet koken. Dat zijn de woodcutters en zo. Oh, level 11! Tering. Level 11? Oh, ja, level 11 monster tegen me. Oh. Oh, fucker. Is het al de eerste rip? Hoppa! Zo. Ik ben namelijk op zoek naar die boars, maar ja, nou heb ik die boar niet kunnen killen omdat... Is van beest op je afkwam? Ja. Dat is kut. Die levels zijn nog best wel sterk ook nog. Geloof je wel. De tijd om te harvesten is geen joke in deze game. God. Nou, weet je wat het erg is? Het wordt alleen nog maar erger. Nou, wil je een level steentje hakken? Kan je mooi even ondertussen gaan koken? Klaar. Oh, steentje is oh fuck. Dan kun je table turn 2. Oh, ik vind die stenen nog wel best overal te vinden eigenlijk. Fucker, 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 fucker. Kom op, kom op. Nee, dat zijn de drie. Dat zijn drie wolven level 11. Oh, damn. Ik zie rennen. Oh, ik win. Niet. Laat maar. Waar is die boer? Hartstikke door.
Die shit try toch? Ja. Spot. Ik weet echt niet waar je het kan vinden. Er staat ook geen marker meer bij mij op de map. De wolven moet je pakken. Je mag ook wolven killen. Er staat skin boar oh or wolf. Nou, waar zijn ze? Devil's Quarry, daar heb je wolven.